De orkaan Irma vormt geen enkel gevaar voor Suriname. Dit stelt het hoofd van de meteorologische dienst Sukarni Salons Mitro in gesprek met onze nieuwsdienst. De orkaan heeft dinsdag zware schade aangericht in grote delen van het Caribisch gebied. In met name Sint Maarten en Barbuda zijn er tot nu toe 9 doden en meer dan 20 gewonden geregistreerd, melden diverse internationale media. Salons Mitro zegt dat Suriname niet bezorgd hoeft te zijn, omdat het land niet op de hurricane-route ligt. Ze benadrukt dat Surinamers wel altijd alert moeten zijn. Stromingen in de atmosfeer die beïnvloeden elkaar op de een of andere manier. Hè. Wanneer er eigenlijk in dit geval een hurricane passeert, dan kunnen die stromingen ook de circulaties boven de atmosfeer van Suriname beïnvloeden. Dat kan dan met zich meebrengen dat we ook eventueel wat regen kunnen krijgen. En wanneer er sprake is van onweersbuien, dan kunnen we ook eventueel rukwinden verwachten. Maar in dit geval van hurricane Irma, die is al gepasseerd. Dus nu is het dan eigenlijk enig enkel gevaar met betrekking tot hurricane Irma voor Suriname. We zijn inderdaad in de grote droge tijd. De grote droge tijd die is aangevangen midden augustus en zal duren tot begin december. Grote droge tijd betekent nog niet dat we geen regen kunnen krijgen. Het is mogelijk dat we wat regenbuien of wat neerslag kan krijgen op bepaalde dagen. Maar het voorkomen zal wel dan minder zijn dan wanneer het in de natte periode is. Salons zegt verder dat Surinamers ervan bewust moeten zijn dat weersfenomenen zich ook hier kunnen voordoen. Ze adviseert de gemeenschap daarom de berichten van de meteorologische dienst te allen tijden te volgen. Volg de weerberichten van de meteorologische dienst. Onze website is www.meteosuur.sr. Eventuele waarschuwingen wanneer er weercalamiteiten opkomt zijn, worden dagelijks geplaatst op de website. U kunt ons ook bereiken, Nationaal Weddercenter Zanderij. Mensen kunnen daar ook bellen. Het nummer ken ik nou niet uit het hoofd. Maar ze kunnen dan het opzoeken en dan bellen. En eventuele weersverwachtingen aanvragen. Maar daarnaast kan je dan onze Facebookpagina ook volgen. Meteorologische dienst Suriname. Dus dat kan je dan ook volgen om die updates te volgen. Wij moeten gewoon alert zijn of het nou hurricane season is, alle tsunami niet op die route. We blijven alert voor eventuele weerscalamiteiten, zodat we ons kunnen in het voorbereiden en weten wat we dan doen wanneer er zulke fenomenen zich voordoen. Aldus het hoofd van de mediodienst Sukarni Salons Mitro. Volgens haar vormde orkaan Irma geen enkel gevaar voor Suriname.